Media. Dus ik, ik wil heel even, ja. even de definitie. Wat, okay. wat heb jij als definitie? Nou, ik, um, um, ik heb heel veel associatie met Karen. Mm -hmm. Maar een Karen is iemand die um, kan klagen en die ook wil klagen en zal en klagen. Ja. Ik kan, wil en zal klagen. Ja. Vind ik en ik heel dus, mooi. Uh, Karen heeft recht op dingen. Ja. Oh, we Hallo. Hi Lies. We zijn Hallo. begonnen. We zijn al begonnen. Het is los, het is weg. De uh, trein rijdt. Oh, hij boemelt niet, hij <laughs> knalt weg. Het is echt zo'n Japanse train. De show train. wordt steeds kleiner. En we zitten erop samen op die trein, jij en ja, ik. We laten stofwolken achter. Een trein hè? van woorden <laughs> en ervaringen. <laughs> Zou je de hele podcast misschien deze sound willen doen? Zo, ja. Spiegelend. <laughs> ja, ik, ik keek vroeger trouwens wel naar Railway. Ja, echt? Is best wel een beetje een ontboezeming natuurlijk. Hè? Nou, volgens mij keken best veel mensen, zeg maar relatief, veel ja. mensen We moeten misschien even ja. uitleggen wat railways voor die Railway is voor de jongeren. Railway is een programma waarbij een camera wordt gezet op een wegrijdende trein. En dan heb je een EO-stem. Die ja. zegt dan, in 1921 is het smalspoor aangelegd. Bij de tunnel van, nou ja, dan krijg je een heel lang verhaal. En dan rij je mee met die trein, ja, toch? Het gaat altijd oh, over smalspoor. Het was wel hypnotiserend. Ik weet niet wat het is, smalspoor. Het is meestal een smalspoor. Ik denk het ook. Maar, en dan moet je waarschijnlijk op een gegeven moment die hele trein opstelten. Want dan moet die over naar dat ja, brede spoor. Heel lang, de overstap duurt 18 minuten. En dan, oh. pff, en dan zie je zo mensen. En dan ga je weer op die trein en dan ga je weer in het station En meestal is het door Zwitserland ja. of Baskeland. Zwitserland of Baskeland, allebei top. Ik Heerlijke heb zelf veel getraind door Zwitserland. Ja. ja, mooier wordt het niet. Mooier wordt het echt niet. Hoor. Ik zou het heerlijk vinden, eigenlijk nu met een kopje koffie, zo met Vloer oh. en met jou. Oh, ja. Op een trein door Baskeland of Zwitserland. Ja. En dan die EO-stem EO erbij. Ons hoofd die Misschien zet, kan die er dan bij in komen 1958 zitten. Is het. Uh, Smolderde tunnel aangelegd. Die... <laughs> dus als je overspannen bent, jongens. Ja. Rail away het staat op vast nog op YouTube. Ja. Ja. Als je denkt: ik heb vandaag geen zin om mijn bed uit te komen. Ik, ik ben gedeprimeerd. Ik ja. Ga in bed liggen. Klap je, klap je laptop. Oh, klap je laptop. Oh. <laughs> Klep je laptop. Klap je laptop open. Ik moet het zelf ook gaan doen en kijk even lekker 6,5 uur naar Railway. Of gaan in een trein zitten. Ja crazy misschien, maar dat doe ik dus heel vaak. Nou ja, ben niet ik te behoord omdat... behoord voor. Ja, daar ben je te moe voor. En dat begrijp behoord. ik ook. Daar moet je ook nog een zekere mate van levensenergie voor van hebben. En die ontbreekt mij ten helemaal. Ja, nou, ik moet gewoon vaak ergens zijn. En ik heb ja, geen, auto. Ik krijg ja. geen auto. Ik rijd geen auto. Mooi bruggetje naar Dispraxie ja heel mooi. het onderwerp ons... van oh man dyspraxie heeft een orkaan losgemaakt ja. van van dyspraxie en van ik vond mensen. het fijn ik dyspraxie ook. even voor de mensen die de vorige aflevering niet dat is dat je meer dan klunzig je bent extreem klunzig extreem klunzig aflevering zijn klunzig. het allebei ja. het, uitzicht, het uitzicht bij ons op verschillende manieren ik kan bijvoorbeeld wel enigszins auto rijden ja. je moet mij geen oh uh, bus laten besturen nee maar dan... ik durf wel bij jou in de auto te stappen ja dat dat, daar ga ik ook echt mijn best voor doen, ook als we straks. Uh, als we gaan tourneeën, ja, dan ga ik echt heel, proberen heel veilig te rijden. Ja. Maar ik heb een probleem met links en rechts. En ja. dat is ook echt zo. Gisteren zat ik weer naast Mark in de auto en dan kwam het probleem weer naar boven. Oh ja. En ik zag jij niets, weer aanwijzingen. Deze, hier moeten we naar rechts. En dan bedoel ik ook echt rechts, echt rechts, rechts heb ik erbij gezet. En dat was ook rechts. Oh wat goed. Dus dat een doorbraak. Wat een doorbraak. En bij Aven uh, uit het zich weer op een andere manier. Nou ja, kan uh, ik kan niet schaatsen. Ik kan niet autorijden. Ik kan niks met balans. Uh, ik durf niet op hakken te lopen. Nee. Uh, nou ja, heel. Maar ik vond het wel fijn om te zien. Uh, er waren dus heel veel reacties. Sommige mensen. En dat heb ik ook wel een beetje. Maar daar begin ik vanaf te komen. Moeten altijd een trapleuning uh, hebben. Ja. Maar omdat ik zoveel met de trein rijd, ja. zit ik heel vaak met trappen met massa's mensen. Ja, en dan Ga, ga je dan er... toch het midden van de trap pakken? Ga ik toch dat midden pakken, dat hoor. Dat doe ik wel naar ik... boven, maar niet naar beneden. Nee, beneden is veel en veel Want enger. dan val ik dood. Ja. En ik denk ook altijd, mijn oma is doodgevallen op Amsterdamstation, oh. waar ik dus altijd de, de trap pak. Wat? Dus elke keer als ik zo Ja. Nou ja, het was niet omdat ze van de trap viel hoor. Ze kreeg eerst een hartaanval en toen viel, viel oh, ze van wat die erg. trap. Maar ik ben drie keer per week op Amsterdam, in Amsterdam. En weet je dan ook de plek waar je oma is? Nee, gevallen? dat weet ik niet. Nee, maar ik denk wel elke keer. Ja. En dan denk ik bijvoorbeeld, stel er zit iemand achter me die een hartaanval krijgt en die valt van de trap en dan op valt jou. ze op mij. Kansen zijn wel klein. Ja. Maar goed, dat is ja, dan iets anders dan de Dat is gewoon gestoorde angst. Maar. Uh, Nee, daar kan je er niks aan doen. Nee, daar heb ik nog nooit over nagedacht. Maar dat kan Oeps, natuurlijk. Oeps, sorry. Ja. Nee, dat kan. <laughs> Breng je op ideeën. Nee, maar mensen voelden zich dus gezien en herkend, oh, et cetera. Oh, ik vond het heerlijk. Ook zelfs iemand die op een lab werkte... en die heel veel petri schaaltjes elke dag liet vallen. Ja. Dat ja. vond ik ook een hele lieve reactie van een mevrouw op een lab. <laughs> je moet ook gewoon... Ik vind ah, het zo, zo goed dat je dan in een lab in gaat de lab werken. Werkt, Met, ja. Dat zou ik namelijk echt niet doen. Ja, maar misschien dat je dan als je het heel goed traint en je bent heel erg nou, gefocust met je petrischaatsjes beter Dat het prima gaat. Het is wel zo dat de kleine motoriek ja. juist omdat wij ons volkje zo voorzichtige <laughs> mensen zijn geworden, ik ben best wel goed in heel voorzichtig <laughs> één dingetje. Ja, ja, daar ben ik best wel goed in, moet ik zeggen. Ja, want wat jij met je nagels hebt gedaan bijvoorbeeld. Ja, dat is crazy. Dat is crazy. Dat ik, je heb, je er gewoon, ik heb er gewoon, ik heb er gewoon van ja uh, 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 nepnagels op ge Dan moet ik denk een vergrootglas en een en een, en een operatierobot Ik voor was hebben. ook heel verbaasd. En toen zei ik ook nog tegen mijn dochter terwijl we dit zaten doen: "Goh, mijn kleine motoriek is echt goed." Toen keek ze hem ook zo aan oh, van: "Het is goed met je." Vist hij een beetje naar een complimentje? Beetje heen? wel. <laughs> beetje wel. Dacht, uh, was ook, ja, <laughs> sorry, er was ook iemand. Die zei, ja, we moeten, niet, we moeten wel een beetje opletten dat we niet iedereen... Diagnosticeren. Ja. ja, dat zag dat ik ook. En de, dat de, de, de bandbreedte van wat er normaal is, die wordt steeds smaller. Ja. toen dacht ik, daar heb jij ook wel weer gelijk aan. Is waar, daar maar... Daar heb jij ook weer gelijk aan. Mij, en ik geloof toch ook wel etterlijk van onze volgers... heeft het geholpen om een soort ja, label te plakken op ja. wat ik heb. Omdat hm. als je zegt, ik ben een kluns... dan denken mensen dat je alles nog wel een keer kan leren. Ja. En daar ben ik gewoon na 50 jaar een beetje ja, klaar dat mee. Dat snap ik. En dat, dat kost ook heel veel energie, dat dus je dat lekker los kan laten. Ja, ik leg het ja, ook nee, niet nee. meer uit. En, uh, maar ik wil wel even iets zeggen tegen de dyspactische gemeenschap. Ja. Ik had het jou over verteld, want ik kon niet voor me houden. Ik heb deze week bij mijn sportclubje, want ik zit ook bij twee ja. sportclubjes. 4 minuten en 35 seconden de plank gedaan. Dat ja. is echt. Ik hoor Floor hier zeggen. Oh, ja, dat is, dat is ab absurd lang. En ik ben dus de recordhouder van. Alle sporters van mijn trainer, hoi Steintje. Van alle mensen. En dat komt omdat ik daarbij niet hoef te bewegen bij de plank. Hè? Je, je bent letterlijk een plank. Nou, dat is voor, mijn, voor mij best makkelijk. Maar je bent ook nog eens heel lang. Dus jouw plank is best zwaar, want dat is een hele lange plank. Het is een zeer lange plank. Nee, maar echt? Ja, Ja, hij is, hij is best wel zwaar. Um, maar dat kwam dus omdat zij had gezegd dat een andere vrouw die ik ook ken, 4 minuten 30 had gehaald. En, en dan jij, gaat er in. <laughs> Hoofd echt een knop om, ja. blijkbaar. Ja, dat is... Dus je kan, uh, als je heel competitief bent... Ja, kan, zo, je, ja. kan je je eigen... Ja, want ik ben ook niet zo sterk. Dus het was echt een soort godswonder. Kan je, je toch een hoop doen. Ja, maar dan ben je dus wel heel sterk. Nou ja, toen die dag wel. God ja, ik weet niet goeie. of ik dit ooit nog ga doen. want Ik heb wel nu nog steeds pijn ja, overal. In je, in je pols. Nou, nee, in mijn armen, in mijn buik, in mijn rug. Het uh, hield me niet op. Maar goed, dat maakt niet uit, want ik, elke keer als die pijn voelde, voelde ik die overwinning ook. Hey, en af heb je dan ook dat je, zal ik hem zeggen, wat mijn zoon altijd noemt, bufft wordt. <laughs> ja, bulken. Zo noemt Bulke? mijn zoon bulken. Bulke? Uh, nou, ik vind dat ik ontzettend baft ben. Ik laat ook thuis heel vaak mijn spieren ja. zien. Van voelens? Voelens? Ja, ja. Ik, ik span nu ja. aan en nu ja. niet. En nu wel. Ja. En dan zeggen ze, ja, we kunnen niet het verschil voelen... tussen wanneer je aanspant en wanneer niet. Dat, dat is natuurlijk onzin, want die Spank. plank... ik zie, zie het hun niet doen. De ik nou, ga thuis, thuis denk ik ook een, een toernooi uh, organiseren. Ja, ik word dus wel een beetje... Baft? Begin je echt baft te bulkt, worden? Bulkt, bulkt, ja, ben jij een bulke? Ben je, je, een een nou, ben je uh, droog? Uh, <laughs> Niet nee, altijd nee, te nee, nat denk ik. <laughs> droog is als je zeg maar helemaal afgetraind bent. Dat had iemand bij Expeditie rond. Ik ben niet droog, ik ben nat. Je bent nat. Hartstikke en leuk. Ik krijg nu... Zet ik in de show notes. Dat, nou ja, maar ik bedoel niet op een seksuele manier. Hè. Ik ja, bedoel nee, op een ja, niet droog ja. manier. Nee, precies. Antidroog. Ik, als ik dus een, 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 een blouseje aantrek, dan kom ik dus niet. Met mijn bovenarm, oh, want die is gewoon te, 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 nu te zo geworden. Echt, je begint echt ja, dus een soort denk, te worden. Ja, ik denk dat ik voor kogelstoten en discuswerpen en zo... als ik geen dyspraxie zou hebben... Ja, of precies, pas ermee op. Zou ik... Uh, want dan vallen er doden ja. omheen. Maar ik zou misschien dat heel goed kunnen, want ik, 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 ik blijk toch een... Uh, dus jij bent echt ik ben qua armen echt, je, nu uh, echt, echt gewoon lekker bulky aan bul het bulky. worden. Oh, maar dat wil ik niet. Ik wil nee, gewoon... Jij uh, wil ja, meer tanig. Ik wil tanig ja. en, en, en een duur... Een, 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 hoe noem je dat? Duursport. Lange uit, spieren. Lange spieren. Dat, dat, dat zit er niet in. Dat heb jij. Ja, maar ik herken dit wel. Toen ik een tijdje heel fanatiek hard liep, dat kan ik nu niet meer. Maar nee, ik niet. Toen kreeg ik best wel uh, stevige kuitjes. Die had ik ook ja? nog nooit gehad. Ja, toen dacht ik wel, wil ik dit eigenlijk wel? Ja. Nou ja, ja, goed. Ik vond het een beetje ingewikkeld. Ze zijn mij toen nooit echt opgevallen als zijnde steden. Nee, vrouwklein. het viel ook alleen Maar het viel me gewoon op. wat jij met die trui. Hebt, als ik dan ja. een broek eroverheen, dat was echt was echt jorren, weet je wel? Dus je denkt, huh? Ja, en ik zit heel heel vaak in mezelf, gekeerd aan mijn eigen buik te voelen hoe hard. Ja. Of het dan niet hard of dat wel hard. Dat doe ik ook. Hard. Dan geef ik mezelf kleine stompjes. <laughs> wat een treurnis hè? Nee. Ik, ik vind dit fantastisch. Ik ben nog nooit in mijn leven zo sterk geweest. Ik ben super oud. Ja. Dit zegt ook wel oud wat over hoe sterk. slap ik de rest van mijn leven was. Maar ja. ik heb vanmorgen nog weer mijn, 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 mijn gewicht. Ja. Um, okay. Oh, we moeten nog iets vertellen. Oh ja, hoe, je, um, hoe was je. Oh Nee, moet nee we vertellen. moeten nog iets, over de, oh nee, iets over de gynaecoloog en iets over de ja, Een gynaecoloog die uh, zei: het, uh, jongens, het maakt helemaal geen fuck uit of je dat gordijntje open of dicht doet. Nee. Toch? Dat nee. was een lieve reactie. Ze leren op de opleiding dat je even moet wegkijken. Ja. En het gebeurt inderdaad de hele dag door zijn vrouwen zich daar aan het uitkleden ja. en aan het aankleden. En weet je, het boeit ze gewoon eigenlijk niet meer. Nee, en, en, en ze, en, die ze, vrouw had wel gezegd van wij leren altijd dat als je dus. Op de tafel der tafels ligt. Ja. Is dat natuurlijk intiem. Maar het uitkleden is dan intiemer. nog intiemer. Ja, dat vond ik heel goed. Ja. Dat dat echt op de opleiding een, een, een ding is. Ja, vond ik ook. Want dat is waar. Gek genoeg op die tafel denk je. Ja, nou ja, laat ja, maar dat allemaal is, gaan. ligt nu toch als een kipfilet ja, op precies. deze tafel. Ik, ik, Lam ja, naar de slagbank. Maar, ja. <laughs> ja. En dan, dan denk je ook van nu is ze afgeleid door die echo waar ze nu zit te koekeloeren. En, en dan springen. is het ook medisch. Ja, precies. Dan is het medisch. Dat is waar. En eerst is het erotisch. Eerst is het soft erotisch en dan wordt het medisch. Dokter, dokter. Ja, <laughs> ja en wat ja. ik een hele goede tip vond die veel mensen graven... wat ik helemaal nooit bedacht... doe gewoon een rok of een jurk aan naar ja. de gynaecoloog. Want dan, dan is de walk, walk of shame, of shame ja. zo goed te doen. Ja, 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 ja. Ik dacht, waarom loop ik altijd in mijn t-shirt ja, met niks en mijn sokken rond? Dat is zo'n domme look. Ja. Maar ja, ik heb nooit een rok of een jurk. Ik ook niet, maar... het 50 graden is. Ik, dus he, ik ja. bezit wel rokken en jurken, dus dan, ja. dan ga ik maar gewoon met een rok en een maillot en uh... Dat je helemaal als een soort Amish verkleed ja. naar een gynaecoloog. Gaat. Een hele lange rok. Met zo'n hobby ho hoed op en een koetsje. En sandalen. Dag je... vrouwenarts. Ik heb mijn onderbroek niet eens aangedaan, ik kan gewoon meteen gaan liggen. Dag, vrouwenarts. Ja, jongens, als Holly ja. hobby naar de gynaecoloog. Dat Precies, ons, dus dan kunnen we onze rokken opschorten. Zeg, en mag ik jou vragen hoe je week was? Of, of is er nog iets anders Zeker, dat je kwijt Zeker, maar wil? ik wil nog wel iets kwijt. Ja, zeg. Een bedelbrief heb ik nog aan onze luisteraars. Ja? Of ze alsjeblieft voor ons willen stemmen bij de podcast awards. Oh ja, nou heel goed. Want wij zijn te kort bezig om door de officiële jury beoordeeld te worden... Want dan moet je echt al een jaar een podcast maken je of zo. Je moet precies een jaar bezig zijn. Zoiets okay. heel ingewikkeld. Oneerlijk. Ja, heel flauw, heel flauw. Heel flauw. Heel flauw. Uh, ik weet ook niet wie dat bedacht heeft. Ja. Maar je kan wel nog de publieksprijs winnen. als je een, een groentje bent, zoals wij. Leuk, want dan gaan we. Dan en daar naar gaan. gaan we natuurlijk voor. Daar gaan we voor. En dan gaan we met vloer wat door. drinken. Gaan we naar het Mediapark? Uh, gaan we naar het Mediapark? Gaan we naar, gaan we ja. naar beeld en geluid? Zeggen ja. ja. we, uh, doe ons nog maar een witte wijn. Want we hebben de publieksprijs. Dan. Want misschien en dan ga ik dan of niet. wel een keer drinken, zeg ik dan. <laughs> het is wel door de week, maar dus, dan, het is vaak op een dinsdagavond. Ja, ik zou het zo. heel leuk vinden. Want iets winnen Goed. is gewoon te gek. Iets winnen Geen is gewoon heel fijn gevoel, jongens. Ja, joh, dat is heerlijk. Dat is gewoon heel fijn. En, en iets net niet winnen is niet leuk. Dus ja, ja. hint, hint, hint. Dan, dan ga je in de regen door het Mediapark weer naar huis. En dan uh, heb dan je dan toch is het mediapark ineens wat minder mooi. Ja, en dan, dan neem je de nachttrein naar huis. Ja. Kom je op zijn trein. Vanaf dat stationetje. Heel lange stiltes in de trein. Ja. 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 Okay, dus, dus, nou, stem op de publieks uh, podcast awards.nl. Stemmen. Lies, hoe ja. was jouw week? Um, mijn week was. Uh... <lacht> 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 Het was ook weer een rollercoaster, jongens. Maar ik, oh, ik zit met een heel groot privacyprobleem. <laughs> dus ik kan. Ik kan er gewoon niks over zeggen. Dat is zo jammer, want ik wil eigenlijk het liefst alles Daar aan jullie vertellen. Gelopen. Maar dan ook echt alles. Maar ik heb mij deze week voorgenomen. Ik ga, um, en dat wil ik even aan jullie voorleggen/slash aanbieden. Ik ga proberen om niet meteen ergens iets van te vinden. Dus wow. um, dan kom ik ergens aan, en dan is het bijvoorbeeld ouderavond of zo. Dan, en dan denk ik gelijk, oh, dan zal je zien dat, uh, dat er dadelijk al uh, gebeurt al dit en dit en dit. En dat weet ik dan nu al. Zoiets. Weet je? Ja. Of uh, oh, nou, uh, dan gaat ze. Oh, die mevrouw die voor mij zit met spinnen. Uh, die is zeker, uh, zeker zo'n type die. Uh, die... Ja, dat is, <laughs> dat aan weet heeft. ik wel, dat weet ik wel. Ja, dus dat, ja, enige vooringenomenheid. Dat. Ja. En ik, ik ga dus actief ben ik aan het proberen nu wat goed om uh, in zowel in, in, in intieme situaties, in de familiesetting, als in, uh, in, in, in wat grotere uh, situaties Maatschappelijk. maatschappelijke situaties niet meteen iets van te vinden. Vind ik heel goed. En dat helpt me heel erg. Maar Af, eigenlijk is dit al een beetje een probleempje. Ja. Het wordt wel saai. Ja, hè? als je ergens niks van vindt. Ja. Want ik wil eigenlijk het liefst meteen, bijvoorbeeld tegen, nou, meestal dan Mark, ja. een grap maken over iets. Precies. Maar ja, dan vind ik er weer iets van. Ja. Snap je? Ja, maar Hoe ik snap ik wel wat doen? je bedoelt, ik, heb het, ik probeer ook genuanceerd te zijn, vooral gezien de de huidige wereldproblematiek denk ja, ik Ja, en dan bedoel ik ook inderdaad de hele oorlogsproblematiek. Precies. Ik ga even ja, ik vind het allemaal gewoon verschrikkelijk. Nou ja, ik ik, ik voel ja, daar ja. ook dat ik bijna geen keuze heb behalve echt te denken. Ik geloof dat ik dit echt dat ik dit allemaal niet precies weet hoe ik hier nou heel radicaal mening over ja. moet hebben. Dat kan ja. ook soms hè. Ja. Maar ik ben het met je eens dat als je een judgy persoon bent van nature. Ja. En je bent ook met een andere jihadistische persoon. Ja. Is het best wel leuk om samen. Heel veel en, te en, en het is best wel een saai gesprek als je zegt. Ja, maar aan de ene kant. Maar aan de andere Ach, kant. Ach, die vrouw die probeert ook maar wat. Ja, ja nee, inderdaad. Dat slaat Ach, ze het hebben ook allemaal zo dood. Ja. ja, dat is. Ja, dat nee, is wel... het heeft ook wel weer wat. Ja, ja, dat is toch lastig. Dus ik, ik moet zeggen dat ik met, met vrienden en uh, mijn partner. toch het meest moet lachen als we om gewoon. Dingen waar je van vindt. harde meningen over mensen. Ja, inderdaad. ja. Ja, maar, ja. Ik snap, maar het is voor jezelf misschien, want soms kom je in je eentje ergens binnen. Ja. En dan is het inderdaad soms best wel fris. Uh, om gewoon te denken: ik sta hier helemaal open. en, en ja. we zien wel wat er komt. Ja. Het andere uiterste is dat je dan een soort Gandhi bent die zegt: ik vind het allemaal. Ja, alles is alles goed. Is. Alles. Het, het ja. is niet mooi, het is niet lelijk, het is. Het stroomt. Het is niet stom, het is. Ja. Dat is natuurlijk. Dat ook ga ik nooit goed. worden. Nee, dan word je ook knettergek. Nee. Maar het is toch goed om je voor te zetten. Want ik heb namelijk heel vaak dat ik denk. Oh je moest dus weten hoe ik hoe, wat voor eerste indruk je bij mij hebt gemaakt ja. en wat ik daar dan van vond ja. en dan schaam ik me er achteraf wel erg voor. Ja. wat ben ik toch een kutwijf dat ik jou dan mm -hmm, mm -hmm, vond, ja. terwijl je eigenlijk gewoon een hele lieve man slash vrouw bent. Ja hè? Ja, dus ik vind het. Uh, ja, dat is ook wel wat de leeftijd je om heel oud worden. Ja, je wordt toch. Misschien milder. Nou ja, daar gaan we het straks ook nog hebben, want misschien zijn we ook wel Karens en die zijn niet zo mild. Maar... Ja, we gaan het hebben over Karens. Jongens. Ja. Maar dit is waar. Dit probeer ik ook meer te ja. doen. Gewoon te denken, ik kijk even dat uh, katje uit de boom. Ja. Heel goed, Lies. Dus het is een, uh, ja, het is een hele spirituele week voor oh, me. Mooi. Zo moet je het zien. En wat voor cijfer zou jij daar, of, of doe je in spiritualiteit? Ik ben niet ook aan nog cijfers. in een uh, klooster geweest. Oh, ja. 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 Je was even. Was naar heel spiritueel. België. Ik dacht, ik vind er even niks van. Uh, ik ben naar België geweest, naar uh, Mechelen. Ja. En, uh, is dat was... een tip? Ik vond Mechelen heel mooi. Ja, ja ik vond het heel mooi. Maar um, alles was dicht. Leuk. Uh, dus er was, er was niks open. Ja, er was één ding open, daar zaten we dan ook. Het klooster. In, 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 nou ja, daar waren we dan de dag ervoor geweest. Maar in Mechelen zelf was alles op zondag dicht. Ja, Toen dacht ik wel, dat is best wel. Ja, ja dat, dat heb je natuurlijk ook nog. Kapitalisme, gewoon. In de stad in België. Ja. Ze uh, dus verwennen. Maar ook musea waren aan het verbouwen. En, ja, uh, vind ik had het wel en een beetje de moeilijk, want ze waren dicht. dicht en uh, er was een of andere virtuele toer. Nou, die was ook dicht. Dus toen eindigden we weer in een kerk. Ja, die zijn altijd open. Op zondag. Die zijn altijd open. En dat was hartstikke leuk. Want dan hebben we gewoon in die kerk een uur zitten kletsen. Ja, dat Mooi, is ook he? fijn. heel, heel he? mooi. Wilden we wilden een kaarsje opsteken, maar daar hadden we geen geld voor. Toen moest je en? met een QR-code bij het BISdom mijn QR-code inschrijven. En dan moest ik allemaal cookies van het BISdom. Toen dacht ik ook: ja, <laughs> cookies, jongens. Van het BISdom. Ik, ja, dat, 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 dat ging me dan wat ver. Snap je? Ik vind het wel slim dat de Katholieke Kerk de QR-code heeft ontdekt. Ja, je kunt dus met hem, maar dat was in Italië ook al vorige keer. Oh ja? Met QR kan je dan even... Hartstikke, naar... want ik ben altijd van, ja, ik heb nou geen geld bij me. Ja. Ik wil toch een kaarsje aansteken. Ja. Heb je erin aangestoken? Soms doe ik dat, maar nou, dat ja. is natuurlijk in de kerk wel vragen om problemen. Dat je gewoon, ja, daar een misdaad begaat eigenlijk, of zonde. Ja, maar jij als niet-gelovige... Mag, mag dat dan weer wel? Op uitnodiging van mij. daar. Ik zal volgende keer een, 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 een eurotje extra. Ik, ik, als ik bij de QR ben, dan compenseer ik meteen al mijn andere bezoekjes. Mijn moeder maakte vroeger heel veel kerkgrappen. Ik oh, denk ja? dat ze dan, omdat ze van de geloof was gevallen. Dat, oh dat, ja, dat zijn natuurlijk dat, de, ja. de hardste. Ze zei ze altijd, in geval van nood kan en mag men dopen. <laughs> oh, zei ze dan zo. <laughs> vond ze dan heel grappig. <laughs> maar ik Kom zeg het nu ook heel vaak. Dus Aaf, mocht, uh, mocht jij in je donkerste uur bij mij willen komen... Ja. En, jij en jij denkt, god, uh, ik... Help me. niet, god, Lies, ik, 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 ik zit vast, ik, ik, ik wil ergens bij horen. Ja. Dan kan en mag ik jou dopen. Oh, dat vind ik wel leuk. In de Gaasperplas, dat doen ze in de per Plas namelijk. Nee, dat hoeft helemaal niet. Dat We willen hier niemand mee kwetsen. Nee, ik wil helemaal niet... Nee, 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 nee ik ben ik, ik, van die Gaasperplas Plas denk... oh jee, wat zeg ik nu weer? Maar dat, ja, daar worden mensen gedoopt. Nou ja, goed, dat is prima. Het is, het, is, het, is een, het is een religieus weekendje geweest, jongens. Ik kan er niks anders van maken. Dat um, was ook mooi. Had je nou een cijfer? Een 7. Echt? Ja. Nou, prima. Ja. Een Ik zeven. heb uh, 7,4. Ik had een gevalletje ergens niet heen willen, wat we laatst hadden, maar toch moeten. En dat het dan eigenlijk heel erg leuk is. Ah. Dus dat was fijn. Ik ging naar Groningen. Ja. Uh, in een week waar ik toch al de nodige treinen van de dichtbij had bekeken. En ja. alleen maar vertraging. Want het dus wordt ik... steeds krankzinniger wat je allemaal doet. Ja, dat is ook waar. Ja, en, en, en dit was een uitnodiging van de talkshow van Splinter Jabot. Die heeft daar een talkshow live. Dus dat vind ik altijd wel leuk. Want dan zit je niet in een tv-zetting, ja. maar gewoon in het theater. En dan, dan gebeuren er veel meer leuke dingen. Ja. Dus ik had gezegd, ja, leuk. Dan krijg ik een hotel bij. en dat. Maar ja, op de dag zelf dacht ik, hé, dat is kaksinnig. Ja, ja hé, ik heb tot ja. vijf uur les en moet ik naar Groningen. red ik helemaal niet. Ik kan niet eten. En uh, waar moet ik dan eten? Nou ja, ingewikkeld. Maar toen kwam ik daar... En toen was het eigenlijk toch een hele leuke avond. En de volgende dag ging ik lekker een beetje in mijn eentje door Groningen lopen. En toen dacht ik, eigenlijk wil ik een land spreken. En nu gaan mensen mij weer ongelooflijk randstedelijk vinden. Maar ja, that's life. Oh, ik word heel benieuwd nu. Ik wil een land spreken voor de middelgrote Nederlandse stad. Ja. Want weet je, als je daar als toerist bent, dan kun je die stad eigenlijk in een dag coveren. Zeg maar, nou, ik heb niet alles gezien natuurlijk. Hè. Ik bedoel, ja. ik ben niet naar de Rolling Stones uh, expositie geweest. Wat jammer. Als. Ja, baal ik echt Heel jammer. <laughs> enorm van. <laughs> maar daar heb ik even aan wat andere boomers ja. overgelaten. Maar ik heb een heel leuk boekwinkeltje geweest. Diverse vintage, want Groningen is echt wel een vintage stadje, kan ik je vertellen. Ja. Of stad, bedoel ik. Dat Forum is heel leuk, heel groot nieuw gebouw. Daar was ook die talkshow uh, van Splinter Chibot. Ja. Nou ja. Allemaal dat soort dingetjes gedaan. Ik heb natuurlijk die talkshow gezien, want daar zat ik zelf bij. En Groningen heeft de mooiste schouwburg van Nederland. Precies, daar ben ik niet in geweest, maar ik weet dat ze die hebben. Uh, de markt. Nou ja, goed, ik heb alles gedaan. En uh, toen was ik gewoon uh, in het treintje terug op tijd weer thuis. Dus ik dacht, waarom willen mensen eigenlijk naar Londen of Parijs... als je ook naar Groningen kan? Ja. Snap je wat ik bedoel? In Londen of Parijs krijg ik toch een beetje hardkloppingen: oh, maak we ik moeten alles nu wel mee? En welke wijk gaan we doen? Nu moet ik 37 stops ja. in de metro. Ja. En dit was, ja. ik had ook op Google Maps had ik ja. een dingetje gemaakt met dus alle winkeltjes die ik wilde bekijken. En dat was gewoon een heel overzichtelijk rondje. Wij zijn ook een keer met de kinderen naar Zwolle geweest, dat was ook. ook zo leuk. Ja, misschien ja. Ga, moet ik nu wel gewoon in de herfstvakantie... Met de kinderen naar Zutphen. Ja, of Deventer is ook zo mooi. Deventer is ook heel leuk. Ja, echt. Ik kan ja, enorm het enorm aanraden. Ja, je merkt toch dat de jaren weer gaan tikken af. Worden ouder en ja, je, ja. Je, volgend jaar ga je in een weekend naar Middelburg. Ja, of naar, uh, met zo'n bus naar, uh, <laughs> naar Aken of zo. <laughs> Veren, ook een schitterend stadje. Schitterende mooie oude abdij. En eh, je kan er nee, een lekker mosselen eten. Over abdij en en als fietsje, dan fietsen. heb je een mooie ANWB-fietstocht. En dan ga je naar Zierikzee. En dat is prachtig ook, Zierikzee. Of uh, Kleve. Ik weet niet wat dat is, maar daar zie ik in de krant altijd advertenties voor. want Dan kan je met zo'n bejaarde bus naar Kleve. Ik denk dat dat mijn volgende bestemming wordt. Ik denk een wordt. bedevaartsbus. <laughs> volgende podcast komt live uit Kleve. Maar ja, goed, het was wel weer zo dat ik dus niet ergens heen wilde en toch een hele leuke avond had. Ja. En um, ja, dat blijkt dus gewoon echt te kunnen. Zelfs als je drie uur voor moet reizen. Ik vind het heerlijk en ik vind het ook haalbaar. Het is heerlijk en haalbaar. Ja, ja en uh, haalbaar. Dat is heel belangrijk. En, en trouwens, het is toch heerlijk als je naar Zutver gaat, bijvoorbeeld. En je zit daar gewoon in een goed hotel. Je gaat heel erg lekker eten. Oh, en naar, lekker, naar, 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 naar de bioscoop. Oh, heerlijk. Dan moeten ze Ik... toch ook niet zeiken, die kinderen. Nou, die zouden zeker niet zeiken. Laat eens een keer een bek houden, joh. <laughs> nee. We weten dat jullie luisteren. Maar <laughs> nou, <Nee>. goed, <laughs> um, dus dat. Oh ja, we gaan ja. dus weekcijfers geven. Nou, dat hebben we eigenlijk net gedaan. We gaan problemen ja. oplossen. We hebben uh, met ING uh, eenvoudig beleggen ja. extra tijd Ontzettend in ons leven. Tijd. Dus dat is heel erg fijn. Ja. En we sluiten rustig af met, met het natuurhoekje van Lies. Yes, sir. Verheug ik me nu al op. Um, een klein probleempje. Ja. Uh, wat doe je met iemand die nooit wil betalen of toevallig zijn portemonnee steeds niet bij zich heeft? Wat? Lies heeft het nu niet over mij. Nee, wil het nee, even... nee, 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 helemaal niets. Nee, en dit is heb... iets waar wij ons allebei aan ja. zitten te ergeren wel eens. Ja, dat is wel een dingetje. Ik lignetje, hoor Flo, <laughs> ook een geluid maken. Jij je ook irritant, Flora? Ja, hè? Ja. Maar wat, wat, wat is dat? Oh, dat is zoiets lastigs. En het is nooit iemand die echt blut is. Snap nee, als iemand echt blut is, ja, ja nee, tuurlijk. Dan betaal je met liefde alles. Nee, maar wat? als je weet van je hebt gewoon een inkomen. Ja, een inkomen, net zo'n inkomen als dat wij hebben. Ja, of, 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 of gewoon dan ook. Een inkomen. Gewoon een inkomen. Ja, gewoon en als een je inkomen. Dan, als je dan toch als je. En net... diegene gaat wel gewoon op vakantie. En doet leuke dingen, doe zo, ja. heeft leuke kleren. En, ja. ja. Maar als dan mee? de rekening voor, de, voor, voor, voor het kroegje dan komt... Dan worden er ineens gezegd... ja, maar jij hebt een uh, Sambuca gedronken... en ik een... Uh, ja, een, een rekeningen muntre. uitsplitsen ook. Oh. Ja, wa Waarom vinden sommige mensen dat eigenlijk heel normaal? Ja. En waarom vinden andere mensen... Is het, voor mij is het echt een rode lap. Ja, maar weet je wat ik ook denk? Uh, dat jij en ik... En, en andere types... dat misschien ook ergens een beetje aantrekken. Omdat wij het zo erg vinden als mensen zo doen. Dat ja. wij liever zelf meteen... de poeplap ja. trekken. Omdat we anders denken... dit vind ik een hele cringe en vervelende situatie. Ja. Dus ik sta al klaar met mijn pimpasje. Ja. En daarmee uh, beloon je dat gedrag... eigenlijk natuurlijk ook weer. Tenminste, ja, zo zie ik het bij mezelf mm -hmm. een beetje. Omdat ik er heel erg niet moeilijk over doe. In ja. mijn hoofd wel. Maar gewoon in de praktijk niet. In je hoofd denk je dan... Ja, ga ik nou hier afwerken? Ah, ja. Nee, over, ik Nee, joh, ja. nee. <laughs> ik heb al het Ja, maar het is, het is wel ja. gek. Geld is sowieso iets heel belangrijks blijkt in relaties. Ja, nou ja blijkt. Dat is gewoon zo. Um, ik vind het zelf heel moeilijk te begrijpen dat sommige mensen zich zo schaamteloos laten veteren. <laughs> <laughs> ja, uh, toch? Ja. 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 En wat ik wat dus dit ik... probleem gaan wij helemaal niet oplossen? Nee, dat is een beetje het nee, ding. Ik nee. weet bij god niet hoe je ermee om zou moeten nee. gaan. Ik weet het gewoon echt niet. Behalve dat je zelf ineens je portemonnee bent vergeten, wat in deze tijd natuurlijk onzin is. Want ja. iedereen, nou ik niet. Want het maar... is heel moeilijk om aan te geven, god, ik heb nu al twee keer. Ja, uh, dat is niet het. Je gaat niet zeggen, wil jij dit? Uh, nee, wil jij dit nu een keer betalen? Nee. Of, of... Uh, ik stuur je wel een tikkie. Nee. Dat is heel raar als jij net alles hebt afgerekt... en dan ineens gaat zeggen van. Kijk, wat ik wel eens doe bij, bij mensen, dat ik zeg van: als het echt best wel wat geld is, bijvoorbeeld als je echt gaat eten en zo, ja. dat je zegt: zullen we het splitten? Ja, dat vind dan ik dan heel. Je, en dan, dan verwacht je echt dat die andere zegt: want je hebt het al twee keer betaald. Oh ja, zo. Um, ja, nee, laat mij deze maar nemen. Maar dan zegt diegene: ja, goed. Pim, ja. ik zal even uitrekenen wat ik. Uh, ja. <laughs> want jij had een sambuka en ik een glas water. Precies, ja, ik Kraanwater. Ja, het oh, is zo ingewikkeld. Maar eigenlijk is het gewoon niet te doen om te zeggen. En nou ga jij verdomme een keer betalen. Nee. Dat gaat gewoon niet. Maar die mensen werken zichzelf dan langzamerhand toch in een soort isolement. Want uiteindelijk denk je: Ja, weet je wat? Uh, dikke lul, drie bier. Ik ja. ga wel met uh, lekker met avond eten. Ja, dat is waar. En niet met jou. Ja, ja, hè? ja. Ja, en toch denk ik dat het. Ja, sommige mensen komen gewoon met heel veel weg. Zijn er mensen die uh, bijvoorbeeld anoniem. Aan ons willen zeggen, ja, ik, ik ben, ik ben ik, ik, ik heb ja. dat ik ben, ik kan er gewoon niet tegen om geld uit te geven. Het, het ja, me en ik kies mijn vrienden erop uit. Ja, of of uh, hoe zijn jullie ervaringen hier? Marie? Ja, dit ben ik heel benieuwd. Ik ben vooral ik zou... benieuwd, inderdaad, naar de andere kant. De van andere dit verhaal. kant, of bijvoorbeeld dat je dat je toch moeilijk durft te zeggen dat je het geld niet hebt. Ja, want dat zou ik namelijk ja, nou ja niet, dat niet heb ik wel eens te gezegd. Te ik, ik heb wel eens gezegd van ik, het heel krap. ik zit in een arme periode. Ja. Dus zullen we afspreken bij nou, iets, iets goedkoops? De Febo. Ja, precies. Ja. Zullen we, of zullen we gewoon een broodje bij de bakker halen en gaan ja. wandelen? Want dan uh, hoef ik even niet zo uh, 40 euro aan een lunch uit te geven. Dat, ja. dat kan je ook zeggen, hè? Vind ik helemaal niet raar. Nee. Ik, jongens, Vind alsjeblieft, je uh, reageer. Want ik... Ja. Uh, we en ik, uh, we ik kom hier hunkeren niet uit. naar antwoorden nee. hierover. Het ja. ja. is een heel Zeker. goed probleem. Extra tijd voor leuke dingen. Aaf, uh, ik zet een hele grote donkere mand op de tafel. Mm, wel een mooi ding. Kijk eens eventjes. Ik pak het even uit. En wat zit erin? ING, eenvoudig beleggen. Weet je wat zo fijn is aan ING, eenvoudig beleggen? Je kunt beginnen met hele kleine bedragen. Precies. Dan halen ze bij de ING hun neusje helemaal niet voorop. Nee, dus je kan nee? ook als beginnende belegger, weet je wel, een kleine Ach. jongen. Je gaat gewoon even een, keer een klein bedragje inleggen. Dan zie je wel waar en het komt. het kleine niet eert, et cetera, et cetera. He, jongens, het is bijna... Even makkelijk als sparen. Je kan automatisch inleggen. Precies, dan hoef je er ook niet meer de hele tijd over na te denken. Het is natuurlijk wel zo dat beleggen altijd risico's en kosten met zich meebrengt. Tuurlijk. Je kunt je inleggen of een deel ervan verliezen. Tuurlijk, dat is natuurlijk ook heel spannend. En daarom begin je gewoon lekker met een klein bedrag. Ga je kijken hoe het voelt. En als het lekker voelt, nou, dan uh, moet je gewoon ontdekken wat beleggen jou na sparen op kan leveren. Je opent het heel makkelijk. In je ING eenvoudig beleggen online of via je ING-app. Precies. En nou is het dus zo, Lies, dat wij extra tijd over zullen hebben. omdat we beleggen met ING. Vorige keer gingen we daarin even lekker dokter bibberen met z'n tweetjes. Ach ja, ik weet het ineens weer. Weet je nog? Ja. We waren er allebei niet heel goed in. We waren er niet zo goed, maar we hadden we wel heel probleem? veel tijd voor. Ja. Uh, we hebben mensen gevraagd uh, via Instagram uh, wat wij in uh, met die extra tijd kunnen doen. Die extra tijd is even een terugkerende rubriek. Ja. Dus jullie kunnen ons ideeën blijven sturen. Spelletjes ja. die we kunnen doen. Uh, gekke dingen. Het moet haalbaar zijn en het moet niet heel ja, vies zijn. Nee, geen strapje. Ik wil wel gewoon uh, respect. Een respectvolle. Uh... Gewoon een gezellig, gemoedelijk Hollands <laughs> familiespel. Dat willen we Precies. spelen. En we gaan deze uh, aflevering ook iets leuks doen. Aan het eind gaan we lekker even een potje. 30 seconds met elkaar spelen, Lies. Ik heb geen idee wat het is, maar het zal iets heel kort zijn, denk ik. Dan denk ik dat ik ga winnen. Zeg Lies, zullen we gaan vaststellen of heel we Karen zijn? Nou kijk, ik, dit, 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 dit probleem haakt natuurlijk in het Karenschap. Zeker, want Karen. Karen, Karen is... Ja. Eh, nou ja... Eh, in het Nederlands noem je het een Gerda, maar dat is toch iets heel anders. Ja, ik vind een Gerda echt iets heel anders. Ja, en dat is, dat is vooral iemand die vanaf een scootmobiel boze dingen naar andere mensen roept. Nou, dat, die fase hebben we nog niet bereikt. <hansje> Daar zijn we wel hard naar op, hè? Zeker, geen volgens jaar driemen. en we zijn Gerda's. Maar uh, 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 ik, ik wil heel even, ja. even de definitie. Wat, okay. wat heb jij als definitie? Nou, ik, uh, um, ik heb heel veel associatie met Karen. Uh -huh. Maar een Karen is iemand die... Um, kan klagen en die ook wil klagen en zal en die klagen. Die ja. Ik kan, wil en zal klagen. Ja, vind ik en heel dus, mooi. Uh, Karen heeft recht op dingen. Ja. Uh, en uh, je hebt recht op een betere behandeling. Uh, je, je vindt dingen onrechtvaardig. Nou ja, goed. Je klaagt. Ja. Je Steen klaagt bij mee. instanties, bij restaurants, bij uh, ja. iedereen eigenlijk. Ja. Hè? Andere mensen in de stiltecoupé. coupé. Zullen we even vertellen over hoe Karen is ontstaan? Ja, want dat waren volgens mij die twee mensen die Black Lives Matters. Mensen onder schot gingen nemen. Een Karen werd die vrouw genoemd. Ja. En haar man, hoe noemden ze die man ook alweer? Uh, Ken noemden ze die, maar Ken heeft verder niet echt, uh, is niet echt een meme geworden ja, of zo. Ik heb er ook even wat dingetjes over opgeschreven. Ja? Ik Zet even mijn uh, schitterende ja? bril. Die wetenschappelijke bril. Uh, in 2017 is er een post op Reddit uh, viral gegaan van een man die vocht over de voogdij met zijn ex. Oh. En daar was de hashtag Fuck you Karen. Dus die vrouw die heet gewoon. Die heette Karen. echt Karen. Ja, tenminste dat oh. dat heb ik begrepen. En uh, toen is het een beetje begonnen. En daarna had je in 2020, dus dat, dat Central Park incident. Ja, dat, dat had man, je ja, ook. Ja, maar was di een... dit was weer een ander hoor. Dat was een zwarte man in Central Park. Precies, die, die liep gewoon man door die het was park. Aan het kijken, ja. Ja, en die zei tegen een mevrouw. Uh, wilt u de hond aanleiden? want het is hier een vogelgebied. Ja. En toen zei ze, oh nee, je wil me vermoorden. Ja, het ging ze hem filmen. Niet, en ja, ging die, man, nou ja, ja. die man ging die hond lokken met snoepjes... want die had, was helemaal klaar met hondenbezitters. Die, uh, Hij was eigenlijk de, ook een Karen. Hij was <laughs> ook een beetje een Karen. Ja. Maar toen heeft zij uh, 911 gebeld ja. en gezegd... er is hier een zwarte man die mij uh, aanvalt. Ja, en, en, en ze ging hem filmen. Oh. En ze ging hem filmen. Echt, en toen zei die man: "Ik doe helemaal niks." Die man deed ook helemaal niks. Nee, die was het vogelen voor God's sake. En toen is en die vrouw werd ook een Karen genoemd. Ja. En die vrouw heeft trouwens de baan kwijtgeraakt. Die is helemaal aan laag wal geraakt hierna. Ja, dan word je wel afgestraft. Je wordt afgestraft. En uh, dus de Karen wordt ook gezien als iemand die dus racistisch is. Of die dus heel Ja, dat is heel erg het, het Amerikaanse eraan. Ja. Die, die zien een Karen heel erg ook als een, als een best wel racistische witte vrouw... met ja. een asymmetrische bob. Ja. Schijnt heel belangrijk te zijn. Ja, de dit. bob is belangrijk. <laughs> dus... <laughs> ik doe mijn haar even een beetje naar achteren. <laughs> <laughs> um, Middelklas las ik ook. Terwijl ik dacht, nou, volgens mij kun je ook rustig upper of lower class zijn. Dat maakt denk ik niet zo heel veel uit. Dat weet ik niet. Ja, nou ja. Upper class ja, staat veel kijk, meer boven dingen. En al, lower class denkt, nou ja, laat maar zitten. Want naar mij luisteren ze toch niet. Ja, maar ik vind upper class... Ja, ik weet het niet. Nou, ik denk dat het in boven. Nederland gaan zich echt niet heb je dat denken natuurlijk ietsje, beetje minder. Ja, maar goed, dat, ja, maar dat, dat, dat witte en bevoorrechte ja. is natuurlijk wel zo. En ze is niet alleen maar een klager, maar ze is ook nog een bemoeial. Ja, dat is natuurlijk ook zo. Een irritante bemoeit zich heel al. veel dingen. Als ja. mensen op plekken staan geparkeerd die eigenlijk niet mogen. Nee, terwijl uh, zij heeft er uh, niets mee te maken. Ze heeft er niks mee te maken. Ze hebben bijvoorbeeld hier... Uh, <laughs> iemand schrijft hier... Kern hebben heel veel toiletpapier ingeslagen tijdens de corona-epidemie. <laughs> wat is jouw maximale oogst van toiletpapier? Nou, ik, had, ik had toen een Instagram-post... Um, <laughs> dat ik heel veel wc-papier had gehaald... Ja? Ik dacht, jongens, we gaan ervoor. Ik zie het liggen. Ik pak het nou. Ja. En toen had een vrouw mij een bericht gestuurd van... ik werk in de zorg en ik heb helemaal geen tijd om naar de Albert Heijn te gaan. Ik en ik mijn poepers niet meer af. En, had... en toen heb zijn. ik haar een DM gestuurd van... luister, als je bij mij in de buurt woont, dit is mijn adres. Kom rollen bij me halen. Maar daar heeft die vrouw geen tijd voor, Aaf. Die werkt in de zorg. Nee, dat is waar. Maar ik heb toch aangeboden. En, en kwam ze rollen halen? Nee, nee, ze nee maar ze zei wel lief dat je het aanbiedt. Maar laat maar. Ja. Nee, maar mijn kinderen zeiden van de week... Uh, eerst zeiden eerst ze je bent echt een kern. En dat was omdat ik was bij wat de... Wat deed je? Ik was in het Stedelijk Museum. Bij de uh, tentoonstelling van Nan Goldin. Ja. Ga ik in ons podium nog wat meer ja. over vertellen. Bij de cultuurtip. En... Um, daar mocht je niet filmen of fotograferen. Dat stond aan het begin heel duidelijk. En je kreeg ook een stickertje. Dat kon je over je camera heen plakken van je telefoon. Ja. Om jezelf er even aan te herinneren: film of fotografeer hier niet. Ja, nou, prima. Dus wij stonden: Het is dus met videoinstallatie en zo in een donkere ruimte. Dus je staat heel erg met je neus bij die grote schermen, met een kleine groep mensen en die vrouw naast mij ging alles zitten filmen. En toen ging ik even bij mezelf tot tien tellen. En mijn probleem is dan, dan gaat al mijn focus naar diegene die dat dus doet. Afschuwelijk. En dan kan ik niet meer naar die kunst kijken. Ja. Dus toen zei ik op een gegeven moment, sorry, maar je mag hier niet filmen. En toen zei zij, oh, sorry, sorry. En toen deed ze de camera weg. Ze deed ook helemaal niet flauw erover. Het was toch een perfect moment? Het was toch gewoon hartstikke goed? Ik vertelde dit thuis en toen zeiden de kinderen, wat ben jij een Karen? En dat is natuurlijk ergens Toen open. zei jij, nee daar ben ik niet. ja, nou ja, het gekke was daarvoor, want die kunstwerken duren heel lang. Hè? het is of die kunstwerken ja. duren lang. je staat drie kwartier naar iets te kijken. Dus er zit misschien iemand de krant te lezen op de telefoon tijdens die. <laughs> nou, precies. die eerst stond er nog een vrouw naast mij, want ik stond er dus heel ja. lang. die was aan het appen. Dat ergerde mij ook. Ja, want mateloos. het heeft een lampje natuurlijk. Ja, het, het heeft zo. een lampje. En er kunnen maar iets van twintig mensen die zaal. En ik denk, ja, meid, als jij met je, je beste vriendin wil appen. appen ja. doe het niet tijdens een kunstinstallatie. Ja. Maar daar heb ik niks van gezegd. Maar dat had je dan nog als Karen zijnde bij de suppo's kunnen neerleggen. Van kan ja. er is daar. Oh. Ik, ik, wil niks, ik wil niks zeggen verder. Maar er is daar ah, in die. Iemand die binnen aan het appen. Iemand aan het... Ja. Dat heb ik niet gedaan. Nee, nee dat, dat, dat gaat mij zelfs te ver. Want dan ben ik een snitch. Zo heet dat dan weer: snitch. Dat is een snitch. Ja, dan ja. ben je gewoon een verrader. En dat, daar ben ik niet van. Dat vind ik niet oké. Okay. Nou, het is toch irritant? Het is dan, dan, dan laat je toch die suppoze werk doen. Die denkt, hé, hey, yes, ik kan wat doen. Maar wat ik bijvoorbeeld ook ja. had... Um, ik zat in de stiltecoupé. Dit is allemaal in één week gebeurd, stilte -coupé hè? Stiltecoupé is ook een kernplek, natuurlijk. Is de ultieme kernplek. Ja. Want ik ben dol op stilte. Ja. En op stiltecoupés. Ja. Maar er is altijd iemand die... Videobelt in de stiltecoupé of ja. heel hard YouTube filmpjes, ja. TikTok zitten bekijken. Ja. Toen heb ik gezegd: Sorry hoor, maar. Dit is een stiltecoupé. Ja. Uh, en toen heb ik ook een blik gewisseld met een andere Karen. Zo van verand, verstandhouding. Ja, Even die knipoog. deed die andere Karen? Uh, die, die, die keek ze naar van uh, mij uh, van uh, uh, Love yeah. you right back. I love you. Ja. Yeah. En die persoon tegen wie ik dat zei... trok zich ze gewoon helemaal niets van aan. En ging gewoon door met TikToks kijken. En uh, was het een, een, een psychoot? Of een of, of <laughs> gek? Denkt... Ik heb geen idee. Ik heb gewoon echt geen idee. Maar goed, laatste voorbeeld waarin ik even geen kern was en hem ook niet wilde zijn. Ik zat weer in de trein. Ja, ik ja. maak alleen nog maar dingen. In de nee, trein, ja, zeg. Ik had mezelf even geüpgrade naar de eerste klas. Want het was zo bommetje druk ja. dat, het, dat het echt niet meer ging. Ik zat in de eerste klas en er kwamen twee vrouwen binnen, toeristen, met een heleboel eten en drinken... en heel veel tassen en koffers. En toen zei jij, hebben jullie wel een eerste klas? -kaartje? Nou, dat, dat dacht ik ja. natuurlijk. Ik dacht, meiden, Rot op. Je, jullie hebben geen idee. <laughs> maar toen dacht ik, weet je, af, doe niet zo judgy. En misschien hebben ze wel eerste klas. En wat kan jou eigenlijk bommen? Je hebt nu ja. een plek. Dus... En toen zei een man, hè, een man, die zei tegen ze van... Uh, ik weet niet of jullie het weten, maar dit is de eerste klas... Dus misschien moet je je ticket even checken. Dat vond ik wel slim, want dat klinkt heel aardig. Ja, van ik ga jullie helpen. Want ja, straks. komt de conducteur en dan krijgen jullie Krijg je misschien wel Een boete. Ja, en dan worden jullie de trein uitgezet. <laughs> ja. de trein uitgezet. Ik dacht, oes, wel weten, man. Goed. En ook een beetje uitleggen. Ja, gewoon van, een beetje mens leg jou uit hoe het zit. Ja, ja. dus echt heel slim. En die, die vrouw keek hem toen zo heel vernietigend aan. Zo van uh, flikker naar een top. En Ze bleken wel een eerste klas kaartje te hebben. Nou, na vijf minuten. Stoïcijns blijven zitten, vertrokken ze gewoon. Dus ze hadden dat, dat kaartje. En niet. had je toen ook een, een, een blik van verstand. Nee, want hij zat met zijn rug Karen. naar me toe. Maar ja, uh, ja ik, ik vond dat dus een moeilijke, ja. moeilijke situatie. Want ja. eigenlijk wa waren we daar aan het judgen zonder echt te weten hoe het zat. En da ja. dat gaat mij dan te ver. ja en Mijn vriend is ook een beetje een Karen, Zit ik te bedenken? In het oh, verkeer ja? en zo. En als mensen radio's aan hebben of, uh, ja. of de, ja. alles met geluid. Ja, het rare is is dat dat is dan weer geen Karen dat is dan nou ja. weer niet een type want als een man dan zegt dat is nou, dus misschien heen. is het ook wel weer een Karen opmerking als een man ergens iets van zegt ja. dan is het een natuurlijk meneer ja maar echt dat is gewoon echt maar daarom vind ik ook want ze hebben dus toen ooit Karen en Ken uitgevonden vind ik ook een beetje dom want Ken was al iemand dus ja, die kan Ken je niet Ken ineens is. bij Karen doen nee. en uh, ja ik denk, nou, ja. ik weet ook niet waarom. Maar Ken is helemaal niet doorgebroken. Ken heeft nooit meer iemand het over. Nee. Van die mannen die iedereen zitten nee. te corrigeren. Dus dat vind ik wel een beetje flauw. Ja. Dat als zijn, een vrouw het doet, kan het niet. Het zijn vaak mensen die vinden ook dat ze veel te veel voor anderen moeten doen. Dus bijvoorbeeld in een VVE of zo. Ja, of iemand die zuchten. heel vaak de de stoep veegt, ja. of die heel vaak iets bijhoudt. En, en vindt daardoor vindt ja. dat ze bepaalde rechten heeft verworven waar ze anderen dan weer ja. op kan aanzetten. En altijd in een permanente staat van boosheid verkeert over dat ja. anderen dat dan niet doen. Ja. Ja, weet je wel? Ik ja. vind het ook zielig. Zielig. Ja, ja, voor die, die kernachtige figuur vind ik ook een beetje zielig. Nou ja, ik vind ja. het wel zielig als. Als je gewoon volledig in je recht staat. Laat, laatst was ja. iemand op een fatbike. Nou, dan pak ik sowieso mijn geweer al. Maar, ja, je uh, Karen-geweer. Door mijn <laughs> straat aan het fietsen. Maar op de stoep. De vrij smalle stoep van mijn straat. Ja. En ondertussen maakten ze selfies. vind ik heel bijzonder. Dat je dat allemaal samen doet. Dus ja. op een fatbike keihard racen, selfies makend. En toen riepen Gijs en ik, dus Karen en Ken. Ja. Hey, ben je helemaal gek? Er worden die allemaal kleine kinderen en dit en ja. dat. En lachend reed ze de straat uit. <laughs> daar, heb ja. lak, daar heb ik lak aan. <laughs> ik heb zin om een peuter te rijden. Ik heb, een ik heb rijden. Lak aan. Ja. <laughs> ik ja. moet tien selfies maken, nu. Maar ja, ja. Da daarbij voelde ik me gewoon compleet in mijn rechts aan. Ik had er allemaal niks aan. Prima. Ja, nee, dat, daar zou ik helemaal geen, geen, geen seconde meer over nadenken. Of dat een Karen moment is. Nee, dat vond ik nee. gewoon een volstrekt legitiem moment. En trouwens, maar dus... Ja. Uh, als je min. met dingen terug gaat naar een winkel, wat Karen vaak doet, hè? Karen zegt vaak: ik heb hier deze schoenen gekomen, de zool laat los, of uh, ja. ik heb, uh, dit is niet de kleur die ik had besteld. Nee. Uh, dit is niet. Uh, nou, dat zijn dingen die ik zelf heel erg moeilijk vind. Ja. Ze lopen natuurlijk ook wel gewoon, ja, over je heen. Maar ja, wie dus, lopen he? over je heen? De mensen. Alle nou mensen. Ja, nee, nee, dat nee, zeiden nee, ik bedoel, mijn ik bedoel, kinderen. Die zeiden: jij durft ook juist heel vaak niet dingen te zeggen. Bijvoorbeeld inderdaad, in een restaurant. En denk je, het eten is gewoon super koud. Dat vind ik yeah. dus heel vervelend. Maar dan denk, ja, dan moet ik weer helemaal iemand gaan halen en dan zeggen en dan kijk je die me heel moeilijk aan. En dan yeah. gaan ze erop spugen in de keuken. En dan sturen ze het weer terug. En ik denk, nou, dan vrees ik die kou shit wel. Maar yeah. dus mijn kinderen zeiden eigenlijk ben je helemaal niet zo'n kern, want je bent ook hartstikke scheiterig. Ja, ik vind jou eigenlijk op een hele goede en gebalanceerde manier assertief. Een halve kern. Een halve kern als het moet. Ja, en jij? Ik, 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 nou, ik, ik ik ben heel graag, ik, ik heb bijvoorbeeld een ontzettende hekel aan afdingen. Oh. Ik denk dat kerns het ook heel goed kunnen. Ja, maar dat doe ik echt. En niet. ook mensen die bij de BCC dan gaan afdingen ja. of zo. Of ik die, heb bij de Buikorf gewerkt. Je wil niet weten hoeveel daar afgedongen wordt. Ja, dat, is echt dat, crazy. Dat kan ik niet. Nee, maar dat, maar dat is ook dat, helemaal. Vind ik. De omdat het. Ja, doen. ik vind dat dan in Marrakesh bijvoorbeeld ook helemaal niet leuk. Nee om dan een half uur uh, ja, ja de, voor 10 cent een beetje te gaan zitten heggelen. heggelen. ja ja maar nee. er zijn mensen die die daar is dat gewoon net zoiets als ademhalen ja en die zijn helemaal niet stom, hè? die zijn hartstikke leuk nee dus maar, maar ook, da daar trek ik dus ook een... een hele harde lijn maar dat ja. is weer dat geld ding denk ja. Ik. ja ik weet ik weet niet wat het is maar Want wat dingen doe... vind ik dan zo vernederend ik doe het wel met koffie als ik de koffie niet warm genoeg vind zeg je dan mag ik twee koppen koffie voor een uur? of doe mij nee, nog nee, nu niet afdingen, maar ik ga terug met lauwe koffie oh ja maar het is een kleine moeite om het even in de magnetron rond te doen toch ja, wel dat wil ik dan eigenlijk niet. Nieuw ja. Nou, opgeschuimd. Ja. ja, vind ik wel, als je er, als je ja, hier in de ramp. Precies, stap, je betaalt er 27,50 voor. 27, voor ja. Dan mag die koffie ook wel gewoon enige temperatuur hebben bereikt. Ja, in dat leven. is ook zo. Maar wat ik, wat ik je wou zeggen is dat ze krijgen natuurlijk ook wel het een en ander voor elkaar. Ja. Karens, hè? ja. Er is bijvoorbeeld een bedrijf in 2022 dat uh, begonnen, dat heet Cairns for Hire. En dat oh, helpt je. mensen klagen tegen instanties. Oh. Ja. Ik zou het persoonlijk heerlijk vinden als ik. Ik, bedoel, ik zou zo'n toeslagenouder. Die zou ik echt een kern toewensen. Ja. En die dan dus met allemaal instanties en. Uh, ja, nou ja. dat was eigenlijk Renske Luid voor hun. Dat was hun kern. Ja. En die heeft dat hartstikke goed gedaan. En zonder deze ja. vrouw was het. Maar ja, goed, dat is inderdaad, als je op, op voor anderen klaagt, dan ben je juist ja. eigenlijk heel goed bezig. Dan ben je natuurlijk fantastisch. Dan ben je een advocaat voor die mensen. Ja, dus eigenlijk zijn Karens eigenlijk. Moeten ze gewoon de advocatuur in? Ja, en heel erg uh, veel google recensies schrijven, want daar heb ik echt veel ja, aan. Wij worden ook door die google recensies gedwongen tot kernschap. Ja. Snap je? Ja. Hè, dus iedereen. Dus ook mensen van, uh, ook, ook mensen van 20 of zo. Die ja, worden en ook in een kernhoek geduwd. Want ja. je moet alles maar de hele tijd recenseren. Recenseren, ja, dat ja. is waar. Ik was laatst bij de endo En, don 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 en godverdomme. En dontholoog. Wat Sorry is dat, dat ook ik, uh, alweer? Ik vloekte mensen, want er zijn ook mensen die vinden dat vervelend. Ja. En Een man die iets heel moeilijks doet met wortelkanalen. Oh. En na drieënhalf uur met die kanalen, oh. zei hij, uh, zou je mij een goede rating willen geven op... Uh, oh! Ja, hoe heet het? Ik, ik weet het niet. Echt? Ja. Vond ik zo erg voor die man. Wat... Wat Dan ben je dus ja? een, een endontoloog. Ik dacht dat er altijd wachtlijsten van je tot Tokio waren voor dit soort behandelingen. Dat is toch raar? Of je toch geen rating? Het was gewoon een, een beetje een, 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 een wonderlijk type, maar een hele leuke man. Maar misschien hadden sommige mensen wel gezegd: Ik vind het zo'n rare manier. Ja, dus misschien mm -hmm. moest hij bijsterren, ja. zeg maar. Maar, ik, maar, maar. maar dat je altijd alles moet weten, ja. dat. Uh, dat dat, 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 zet dat zet aan tot Karenisme. En ik ja. vind het ook een beetje vernederend voor mensen die hun werk doen. Dus dat ja. je dus een leraar gaat raten. Nee, en ik, gaat ik vind het echt debiel. Er huis, zijn ook je middelbare huisarts scholen. Raten, weet je wel. Ik, ik ging toen ik middelbare scholen ging zoeken voor mijn kinderen. Heb ik gewoon soms naar de Google recensies gegeven. Daar ben je natuurlijk knettergek. Want het zijn allemaal leerlingen van die school die nee, zeggen dat dit is een iedereen. kutschool. Ja. ja, Nee, maar dat is wel een, um, dus, een ik, dingetje. Ik heb eens uh, bekeken hoe dat zit met, met dat raten. Mensen die reageren als ze iets fantastisch vinden... Ja. Of, of heel, heel erg slecht. Ja. Dus wij, zal ik maar zeggen, de middenmoot... Die reageert niet. Die reageert niet. Nee. Daarom krijg je dus hele extreme, rare ja. recensies... Ja, je zegt nooit, uh, die... dit was een prima postkantoor. Dat doe je nee, gewoon niet. Nee, want je gaat niet denken, ja, God, ik heb gewoon nee. een brief gepost. Gewoon ga niet het nu... hele gemiddelde postkantoor. Ik heb postkantoor. een laten maken. Ja. Het was prima. Het was leuk. Het, het was, was gewoon leuk. goed. Uh, het regende, <laughs> we hebben gelachen. Ik kwam er ook niet aan. Ik heb het gordijn dicht <laughs> gedaan. Ik ga dat niet, ga ik niet, ga ik niet raten. Nee, nee. een arts rate vind ik zo raar. Maar dat gebeurt dus heel veel. Ja, dat is waar. Nou, daar moeten we nog een keer een los onderwerp van maken, denk ik. Ja, Toch? wat vinden jullie hiervan? De recensiecultuur. Ja, die recensiecultuur. Ja. Dus we uh, worden ook in, als een soort... We worden gedwongen tot Karen zijn. Ik... Um, ja, ik vind mezelf dus... Uh, alhoewel ik een uh, witte, middelklasse, geprivilegeerde vrouw ben. Daar zou ik maar gewoon voor uitkomen. Hmm. <laughs> Toch niet echt een Karen. Jij? <laughs> ik vind mezelf zeker geen Gerda. Ik vind Gerda wel, ik zou best wel een Gerda willen zijn hoor. Het is gewoon met ja. 200 kilo op een scootmobiel. Hey, je ja. je, kijk, hey, je moet je arm wel ja. al uitsteken als je de hoek omgaat. Ja, wat uh. ik dus ook vaak doe bij Gerda's, want ja. ik ben dan dus zeg maar Karen tegen Gerda, of milde Karen. Ik fiets ook wel eens over de stoep eerlijk gezegd. Uh, ja. Maar dan niet op een fatbike. Ja. terwijl ik zelf iets maak, maar gewoon een beetje zo laverend met oud oude papier en zo. En dan is er ook bij mij in de buurt Gerda die daar altijd wat van zegt. En dan ja. zeg ik, get a life. <laughs> Dan fiets ik weg. Dus ik heel ben. Hard ja. Ja, dan ben ik ook een soort puber ineens. Ja. zij waarschijnlijk zij waarom zegt dat het grijze vijf Get, get tegen a life tegen mij? live. ga alleen maar even naar de <laughs> papierbak. waar <laughs> hebben we het over? Ja, nee, ja, god, ja. ik fiets ook wel eens tegen de richting in met de stoep. Oh. En dan zeg ik sorry, sorry, ja, precies, sorry. Ja, heel maar... vaak krijg je dan een meewarige glimlach. Ja. Maar soms of zegt niet. iemand, ja. Eh, ja. ja en, en dan zeg ik, ah, man, dan moet je niet in de stad gaan wonen. Nee, precies. Zo van, <laughs> eerst zo, sorry, dus sorry, eerst sorry. Heel aardig. En dan zo, ah, man, zou er niet zelf op. Ik, 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 ik speel die ja. stadskaart ook heel vaak. Ja, dan moet je niet in een drukstad gaan wonen. Als je dit allemaal niet trekt. Maar het is. Ja. Maar vind jij jezelf een kern? Ik vind jou helemaal geen kern. Gewoon echt niet. Nee. Nee. Ik weet het niet. Nee, ik je bent nu te een kern hè. Terwijl ik ben altijd, word, altijd genaaid door, uh, door, door mijn niet-afdinggedrag. Ja. En ik vind alles prima. Maar ik. Ik en je vindt alles zielig voor andere mensen. Want, want het, de, 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 de downside, flipside, keerzijde ja. van het niet-kern zijn is dat je dus geen goede service krijgt. Of je, je zit ja, op over je grote, heen Ja, Je zit in die hotelkamer en die helemaal niet leuk is en op een blinde muur uitkijkt. Ja. En dat je daar dan niet over klaagt, maar wel gaat zitten zeiken. Ja, dat is, dat is natuurlijk nou, een jongens, dat Daar is dan heb je dan alleen maar jezelf, jezelf mee. Ja. Dus de kerns geven eigenlijk op een gezonde manier uiting aan hun frustratie. Ja. Maar dan moeten de kern het ook loslaten daarna. Dan moeten ze daarna een bek houden. Dan moeten ze daarna een maar... lelijke bek houden. Ja, nee. Zo ben ik ja, dus... wel. Zo ben ik maar wel. Dat dus, dus ik wil eigenlijk minder zitten te zeiken over iets waar ik niet tevreden over ben. Precies. En dan gewoon toch maar zeggen, het spijt me. Ik, ik, ik word heel verdrietig van de Kamer. Ja, ik kan niet ja. tegen blinde muren. Mag ik alsjeblieft? Hè? Ja, we zeggen wel allebei dat we slechthorend zijn als we onder het bokje zitten in het ja. restaurant. Ja, dat is gewoon dat ik te scheiterig ben om te zeggen, hey, zet die muziek alsjeblieft even wat zachter. Ja. Dat vind ik namelijk heel mi middelbaar overkomen. Maar goed, die mensen weten ook al lang uh, hoe de vork in de steel zit natuurlijk. Ja, als je helemaal in een leeg Thais restaurant zit, zoals ja. ik uh, hier gisteren. Oh, helemaal achterin en er staat hele harde muziek uh. aan. En helemaal achterin zit iemand uh, de, 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 de yes te lezen. Ja. Uh -huh. Nee, die bestaat niet meer. Een hele oude thuis. yes. <laughs> de yes. Uh, ja, dan, 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 dan denk ik toch ook, joh, doe, doe iedereen een plezier, zet het gewoon even uit. Ja. Ik zou sowieso willen pleiten, maar dat is misschien uh, mijn. Voor uh, geen muziek. Gewoon nul. Ja. Helemaal niks. Ik ook. Ja. Ik ga heel. Nou ja. Ik ga, ik ga heel ga graag. Naar geen graag muziek. Maar ja. dat had ik al jongens toen ik nog echt twintig was. En, uh, maar ik ben Karen. gewoon heel snel auditief <laughs> overprikkeld. Daarom <laughs> maak ik ook, ook zoveel podcasts. <laughs> <laughs> nou, volgens mij moeten we gaan afronden. Maar. Zo, uh, wat een geloof, uh, maar ja. Ja. Okay. Uh, ja. Karen zit trouwens op Facebook. De echte Karen. Nee, ik bedoel, Karen, Karen zitten op Facebook. Oh, ja, ja, niet zeker. Op Instagram. Ja. Ik ga Karen-momenten van mezelf bijhouden. en Dan kan ik die volgende week uh, delen. Ja. Ik hoop dat mensen hun eigen Karen-moment ook... Uh, ja, kunnen delen. delen eerlijk en ons. open. Gewoon eerlijk. Ja, of je Gerda-momenten... ook mannen zijn of jongeren. Ja. Als je een mannelijke jongeren. Gerda bent, schrijf ons. Een mannelijke Ger. <laughs> Lieve A, wil jij het probleem van de luisteraar voorlezen? Zeker. Hoi Lies en Aaf, ik ben een lekkere, dikke vrouw van 36 en sinds kort weer vrijgezel na een relatie van 11 jaar. Die relatie was met een introverte man die zeer zelfbewust was. Ikzelf ben extravert en heb en had weinig schaamte. Jullie begrijpen dat dit geen ideale combi was en het zorgde er ook voor dat we eigenlijk nooit samen dingen deden en ik me daarbij al neergelegd. Nu ik weer vrijgezel ben en vol in het datingcircuit ben gestapt, merk ik dat ik steeds banger ben geworden dat anderen niet met mij gezien willen worden. Niet met me willen daten, of me überhaupt niet leuk zullen vinden vanwege mijn uiterlijk of uitbundigheid. Terwijl ik mezelf eigenlijk wel leuk, mooi, grappig en zeer bescheiden vind. Hebben jullie tips om hier onbevangen mee om te gaan? Ik wil iets zeggen. Kom er maar in. <laughs> nou, ik denk dat die vrouw een beetje er zelfvertrouwen heeft verloren in ja, die relatie die ze Elf jaren is lang. Ja, en als je en als en als iemand zich steeds een beetje voor je schaamt of ja. denkt, nou, doe nou maar eens even rustig, ja, of uiteindelijk nou, nou. niet meer met jou de deur uit wil, ja. dan dan ga je heel erg twijfelen aan ben ik nou wel zo leuk of ja, of of, of dit is natuurlijk stom of uh, dat je je heel zelfbewust. Ja. Dus ik zou als ik deze vrouw was, eerst eens eventjes. Over deze relatie heen ja. proberen te komen en gewoon dingen gaan doen waar ik blij van word. Ja, Mijn vrienden, je vrienden niet per se daten. Nee, je. nee. nee wat, dat denk ik ook. Wat denk, wat ik denk ook. jij? Nou, ik, ik, ik snap dat ze zich vol in het datingcircuit heeft gestort. Het klinkt ook niet als een hele fijne relatie die ze elf jaar lang heeft gehad. Ja. Maar zo'n relatie, elf jaar, zet natuurlijk gewoon allerlei ja krassen op je ziel zou ik niet willen zeggen ja. maar het het beïnvloedt je wel in ja. hoe je over jezelf denkt terwijl er zijn natuurlijk zat mannen die die zijn dol op uh, onbevangen extra verte lekker dikke vrouwen ontzettend ja. Ja. Uh, ja veel meer dan, je zit erin nee maar <laughs> nee maar ik, 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 het, het, dat is echt zo dus ja. dat er zijn heel veel uh, dekseltjes die op jouw potje op jouw pas, lekkere doosje <laughs> op passen. Jouw potje passen ja dus ik zou gewoon het leven vieren ja en je, en, en, en je omringen met mensen die jou leuk vinden. En de mensen die uh, een beetje een zuur bekje trekken, ook bij het daten. Ja, rond lekker op. Joh. Tot ziens daar, die daar zijn namelijk niet de leuk de voor nee. jou. En ik dacht ook nog, ik heb zelf geen uh, ervaring met dating apps. Maar misschien moet je gewoon in je profiel zetten. Wat je hier zegt: ik ben een lekker dikke vrouw van 36. Ik ben extravert en heb weinig schaamte. Nou, nou ik denk dat je dan alleen maar helemaal foto's krijgt. Ja, Maar dat is sowieso zo dan toch? Dan krijg je gewoon vlie, dan vliegen ze piemels om je oren, een vrouw van 36. Ja, misschien, misschien wil je dat wel. wel. Ja, misschien wil je wel gewoon een, een jaar lang uh, ja. Huh? Piemels. piemels. Ja, een, een, een... Nee, maar dan denk ik: dan filter je meteen al die zijkerts uit die daar niet Of zijkerts, al die introverte mannen die ja. binnen willen zitten en niet ja. dingen uit willen wisselen met andere mensen. Ja. Ja, ze, ze willen. Laat ze maar weten dat je een, dat, dat je een onbeschaamd, toch bescheiden, leuk type bent. Ja. Toch? Ja. Maak er je, je, je USP van, zou ik zeggen. Ik weet zeker dat het ook helemaal goed komt met jou. Dat het weet gewoon dat je, dat je het heel leuk gaat hebben. En dan ja. ga je ook een paar hele stomme dates krijgen. Ja. En ook een paar dat je denkt, nou, daar ben ik net iets te lang mee doorgegaan. Ja. Maar volgens mij heb je heel veel geleerd van deze relatie. Namelijk dat je dit niet meer wilt. Wat je niet wilt, hè? ja. En laatste puntje. Ik denk dat iedereen die zich na elf jaar in het datingcircuit stort deze onzekere momenten zal hebben. Heel dat erg. heeft niks Zeker, te maken je met je hoe jij bent. Moet tracken, je denkt, oh God, hoe is het ook alweer om het met iemand anders? Te Precies. Je wel, dat, dat... En al die onzekerheden. Het is en, gewoon en, en, Ja, het is gewoon echt alsof je gaat koord dansen eh, nadat ja. je elf jaar eh, nou niet hebt gekoord ja. <laughs> en je ja. hebt ook nog dyspraxie. Ja, dat. Nee, is zo, dus... Ja, dus het is sowieso eng. Wil ik maar zeggen of spannend. Ik zou, uh, ik zou er heel erg van proberen te genieten van deze tijd. Precies. Later kijk hier, je hierop terug en denk je... God, wat heb ik toen gelachen. Ja. Wat een leuke... Wat een grappige piemelfoto's heb ik allemaal gezien. Oh, ik heb ze allemaal nog in een album zitten op mijn iPhone. een speciaal mapje gemaakt. <laughs> en kijk Schap. dit leuk, was jij. Met een heel en mooi filter, Met een warm filter, of een dramatisch filter, of een cool filter. Of zwart -wit. een zwart-wit. mooie tegelmuur op de achtergrond. <laughs> zoals sommige beroemde mensen dat doen. Anyway. Um, nou, heel veel succes. En ja. graag updates. Hè. Dat vinden we altijd heel ja. erg fijn van de mensen met uh, problemen. Heel fijn. Zet hem op. Je bent leuk zoals je ben. bent. Extra tijd voor leuke Nou, Aaf, uh, we zijn gewoon veel te vroeg klaar, want uh, ja, we hebben zoveel tijd over. Oh, man, het houdt niet Och, op. het is zo heerlijk. Het is Terwijl tijd ik dit voor zeg, extra weer geld verdienen. Ja, het ja. gaat maar door, ja. door in door inge, <laughs> <ingeënvoudig> beleggen, <laughs> houden wij gewoon extra tijd over. En daarom gaan we nu een potje 30 seconds met elkaar doen. Laat liefst. mij maar eens even zien wat jij daar in je buidel hebt. Nou, kijk, ik ga deze verzandloper zo meteen omkeren. En dan ga ik woorden aan jou beschrijven en dan moet jij ze raden. Oké. Okay. Ja? Ja. Oké. Okay, komt ie. Eén, twee, Ja. Het is een uh, toeristische attractie waar mensen naar tulpen gaan kijken. En De naar keuken buuren. of in je ja, goed zo. Het is een manier voor blinden om toch te kunnen lezen. Een. Uh, ja, draaien? Ja, heel goed. Oeh. Het is een naam voor mannen, maar hij is ook de naam van een supermarkt met een rood logo met witte letters. Dirk. Ja, heel goed. Maar dit is heel makkelijk. Ja, klopt. Het ja. is een spel wat je in het casino speelt met kaarten. Uh, het he Blackjack. Ja, heel goed. Het is een. Oh, jeetje, wat wordt we goed, wel vier woorden goed. Ja, maar dat doe jij. Nou, jij raadt alles. Oké, okay, nu mag okay. jij. Kijken doe of het me. nog een keer zo goed gaat. Oké, okay, ik ben heel benieuwd. En wat mag niet? Je mag, niet... oh ja, je mag geen dingen met een hoofdletter zeggen en die dingen die. Bij Keukenhof mag je niet zeggen: het is een hof met de naam van met een, een keuken. keuken. <laughs> ja, oké. Okay. Engels mag ook niet. Nee. Wacht, uh, wie, doen, uh, ja. wie zong ik? denk ik? denk denken, denken, denk, stoepoer? Guus Meeuwis. Yes. Wie? Uh, Piet Reumer. Piet Reumer met een gleufhoed op. Uh, heet de serie. Uh, Alfa aan de Rijn, Gouda. Dat mooie, mooie landelijke gedeelte tussen de Randstad. Uh, wat zit er in het midden van de rand groene ja. um, wat, Hoe heet het vrouwtje ook alweer waarbij je dus dit doet en die dan naar je luistert. En dat je dan allemaal zegt van zet de verwarming hoger. Oh ja, hoe heet dat vrouwtje? Alexa. Le ja, precies. En wie is die man in... Oh, wow, ik ben echt slechter. We zijn echt goed. We zijn echt goed. Hey, maar ik ben... Ja, maar jij had er echt vier. Hoeveel hadden we er dan nu? Oh, ja, maar ik oh, nee, moest gewoon steeds hebben, heel lang naar... Ah, oh, lekker hoor. Echt lekker. Hey, en hoe win je dan? Uh, nou, dan mag je steeds vooruit met hoeveel je goed had op het bord. En dan wie het eerst. Dus, dus hoe meer je er goed hebt, hoe meer je vooruit gaat. Leuk, ik, ik wil dit gaan doen. Ik ja, maar het, echt uh... hoor, je maar. Echt. Ja. Speel het met mij. Speel het nooit met Rivka Groenteman. Oké, okay, goed. Want je wordt gewoon afgemaakt. Dit mag niet in de podcast. <laughs> nee, 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 dat doen we niet. Maar ik wil het heel dus dus kunnen meenemen tegen... de, naar de Efteling. Ja. Oh nee, want daar is Rivka Groenteman ook bij. Dan doen we er even in de achtbaan. Ja, okay. um, even kijken. Leuk, ik ga dit kopen voor Sinterklaas. Het is een hartstikke leuk spel. Jongens, jullie mogen ook stemmen op het spel dat wij. Volgende keer moeten spelen. En nogmaals, het mag niet poker zijn. En verder vinden we alles best. Of uh, bijvoorbeeld uh, 20 hamburgers eten. Want dat nee, kan ik niet waarmaken. En waar ook maken. niet dingen met shotjes nemen. Extra tijd voor leuke dingen. Lies, gaan we de flora- en faunawereld betreden? De orde der Clitellata. Daar wil ik het heel graag met jullie over hebben. Waarom? Nou, ik vind het gewoon heel grappig naam. Nou. Het dier van deze orde, een dier dat tot deze orde behoort, uh, dat doet ongelooflijk veel belangrijk werk. Clitellum, dat betekent zadel in het Latijn. Het is een verdikking rond, ons, rond het lichaampje van ons diertje van de dag. Dit diertje is tweeslachtig en lang en dun. En zonder dit diertje hebben wij een heel groot probleem. De regenworm. Ik ben een beetje verliefd op de regenworm. De meeste regenwormen die leven vlak onder het grondoppervlak. De worm perst zich door de grond met zijn gepunte kop voorop. En omdat die heel lenig is, kan die dun en lang zijn en ook kort en dik. Zo kan die zich voortbewegen. Op zijn lichaam zitten kleine borsteltjes. Die borsteltjes die staan één kant op, naar achteren. Als je met je vinger over een regenworm gaat, dan voel je hoe de borsteltjes lopen. Van voren naar achter gaat het makkelijk en van achter naar voren gaat het stroef. Zo gaat hij vooruit als hij zich beweegt. Eigenlijk is de regenworm een heel ingenieus gebouwd bewegend darmpje. Nou ja, dat zijn wij natuurlijk eigenlijk ook, jongens. Vooraan zit zijn kop met een handige bovenlip erop die graaft en die eet. En hij kan ook zo met die bovenlip een blaadje over de grond vastpakken en dan in een gang trekken en opeten. En daarna poept hij zijn gouden poepjes. De plantenresten verteert de regenworm tot gezonde grond. In deze grond kunnen planten mineralen, dus meststoffen, veel beter opnemen. Na zijn kop bestaat zijn lichaam uit wel 150 segmenten, een soort ringen achter elkaar. Doordat de regenworm tunneltjes graaft, dringt er lucht door in de bodem. Met die lucht komen ook bacteriën binnen die ervoor zorgen dat plantenafval en ander afval, zoals poep hè, bijvoorbeeld, beter verteert. De gangen maken ook nog eens dat de bodem meer water kan opnemen en kan vasthouden. En dat de planten er makkelijker hun wortels in kunnen laten groeien. Oh, wat een dier. Bescheiden, klein, een harde werker. Hij is niet ijdel. En zo kun je dus heel moeilijk zien wat de kop is en wat de kont is. Zo niet ijdel is hij. Een tip, vlak bij de kop zit de verdikking, het clitellum, waar ik het net over had. Als een regenworm paart, liefst met vochtig weer... en als het donker is buiten, dan klemmen een paar borstels aan elkaar. In een soort slossanduf. <laughs> Beide regenwormen maken slijm aan met dat klitellum en dat slijm. Het wordt een heel technisch verhaal, maar dat vind ik juist heel leuk, jongens. In dat, dat slijm dat zorgt er weer voor met een heel handig geultje... dat ze dus geen eigen sperma binnenkrijgen. Dus je kunt alleen je eitje bevruchten met sperma van de ander. Dus het is een heel ingewikkeld spel van slijm en sperma. Het wordt uitgewisseld en daarna wordt dat bewaard... Sorry. Innen, daar zijn ze weer, spermatotheken, <tie> zaadblaasjes. Het is heel handig dat de regenworm daar dan de boel lang in kan bewaren. En pas als de eigen eitjes rijp zijn, wordt het bevrucht. Het klitellum pro produceert weer slijm, tot een soort slijmzwemband. En de worm kruipt daar achterwaarts uit. Ik snap niet hoe dat met die borstels moet. <tie> Misschien is er een regenwormexpert die mij dit kan uitleggen. Maar als de zwemband over de vrouwtjesopening schuift, dan worden er een paar eitjes ingelegd. En even later, als deze over de mannetjesopening schuift, gaat er ook wat sperma mee. En even later ligt er dan een kokonnetje van slijm voor de regenworm zijn neus. Klaar. De buitenkant hard uit en in de binnenkant is ook nog wat slijm om op te eten. Voor het bevruchte eitje. Eigenlijk is dit reclame voor slijm, merk ik nu. <laughs> ja. Na een paar maanden in de kokon wordt de baby regenworm geboren. En na een half jaar is de worm volwassen. De worm heeft het hartstikke moeilijk door de intensieve landbouw. De bodem klinkt in door hele zware landbouwmachines en verdroging. En kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen die zijn ook niet leuk voor de worm. Bijna alle dieren vinden wormen lekker. Heel veel dieren leven van regenwormen. En regenwormen zijn gewoon heel lief. Oh, met hun clitellum. Lief hè? Ja, mijn dochter ja. heeft een hele heftige regenwormen dus ja. misschien moet ik dit toch eens een beetje met haar gaan delen. Ik vind ze zo leuk. Ja, en zo belangrijk. Ja. Had ik echt niet over nagedacht. Deze nee, zijn gezegd. echt heel belangrijk. Ja, echt. Want zonder regenwormen is er het echt is geen leven. Veel minder land. Ja. Nee. ja. Ja, en ik vind ze ook grappig. En ik, nou ja, God. Ja. Je hebt heel veel verschillende soorten En bijzondere geworden. paringstechnieken. Heel je ingewikkeld met een geul. Want ze mogen dus niet hun eigen sperma binnen. Of, nou ja, want dan is het incestueus of zo. Ja, dat, dat weet ik. Dat is een dat je Dan krijg je natuurlijk je eigen intil. Ja, dat moet je niet hebben. Nee. ook zelfs niet als worm. Maar het is leuk dat je het zelf bewaart dan toch? In een in je spermatotheek. In een shampoo. <laughs> met, met sperma, wat je dan denkt. Nou, dan, ik, 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 ik neem weer een wat jongens. <laughs> Je oh, dat... het is toch goed. Oh, het, is... Nou, het, is nog... het is prima. Het is nog goed. Ruik jij eens en dan laten dan... ze elkaar... Nee, niet ja. zelf opeten, want dan heb je je eigen sperma binnengekregen. Het zijn gewoon tips waar je wat aan hebt. Um, ja. De spermatotheek. Ja. Ik zou zeggen, Lies... En mensen eigenlijk ook. Als dit nou niet genoeg voor je was, hè? Ja. Dan kan je ook nog onze extra podcast luisteren. Af en Lies Avelies, pakken, door. pakken door. En die staat op Podimo. Daar kom je via de link. Jezus, het is met gele letters. Kan jij het lezen? <laughs> ja hoor, dat kan ik. Go.podimo.com Slash NL Slash ja. Maar je kan ook je kan gewoon kan even ook vast Podium. Op Podimo, want... Aaf en Lies, waar. Ja, en dan toch? kom je er ook ja. wel hoor, natuurlijk. Op Podimo zijn we twee wekelijks te beluisteren op de woensdag. En daar gaan we altijd lekker over een jaren negentig fenomeen heen plassen. Ja, zeker. En dat wordt deze week Grunge. Yes. Heb je een probleem? Stuur ons dan een uh, DM op onze Instagram. Of mail ons naar hulp van Aaf en Lies at tonnymedia.nl. Je kunt ons volgen op Instagram, YouTube, TikTok en Podimo. En als je wil, geef ons dan wat sterretjes veel sterretjes via jouw favoriete podcast app. Dag. Tot volgende week.